What's going on, fellow collectors, Hot Toys fans, YouTubers? Ik ben weer terug met another review. En dit keer gaat het om de P1, de Predator 1. Oh, echt gruwelijk. Ik heb deze kunnen krijgen bij de beurs. Bij de beurs in Gent. Facts. Voor een echt goede prijs, man. Ik had hem bijna gekocht op eBay en hij was toen best wel prijzig. Maar toch maar niet gedaan. En patience is a virtue. Ik heb geluk gehad. Ik heb hem daar kunnen scoren. En hij is nu in mijn bezit. Ik had niet verwacht dat ik hem zo snel in mijn bezit zou hebben. Maar hij is er. Dus bij deze ga ik hem nu reviewen. First the packaging. En ik vind het echt een van de beste packaging die Hot Toys tot nu toe heb ontworpen. Check de doos. Dit is zo vet. Dit is gewoon van plastic. En je ziet al, er zit een hele relief in. Van de slipcover. Je ziet de Predator. Een voorbeeld van de Predator. Of een afbeelding van de Predator. Dit alles is allemaal. Je ziet het. Als ik hem een beetje schuin houd. Zie je dat er gewoon vet relief in zit. Dus de voorkant. Zijkant. Achterkant. En weer de zijkant. En dit is MMS 90. Dit is eigenlijk de eerste Predator die fully assembled in elkaar zit. Voorheen was het allemaal model kits. En vanaf deze Predator is het eigenlijk alleen maar op deze manier worden ze nu gemanufactured. Zoals de nieuwe Guardian Predator was ook al fully assembled. Berserker wordt ook fully assembled en Falconer. Dus dan hoef je niet meer zelf te vogelen. Ja, sommigen vinden het leuk om te doen. En sommigen hebben liever dat het al kant en klaar is. Voor mij, ja, ik heb al één keer gedaan met Last Predator. Als jullie hadden gezien in mijn vorige video. Ja, het heeft wel wat om hem zelf in elkaar te zetten. Maar daarentegen is het wel heel erg gevaarlijk in die zin. Little parts en al die kleine dingetjes wat je moet assemblen bij zo'n figure, ja, kan breken. En dat is best wel jammer van zo'n figure. En ja, betaal je toch wel veel geld voor. Maar oké, terug naar deze Predator. De Predator 1, hier is het allemaal mee begonnen. Met deze Predator en daarom... this was the one I had to collect. Of I had to... have to collect. So, let's see how the figure looks. Oké, het is een slipcover. Echt gruwelijk gedaan. Dit is een klittenband systeem, zoals bekend bij Hot Toys. En ja hoor. Hier zit hij in. Check him out. Wat ik heel vet vind van deze Predator is... Wat ik al zei, hier is het mee begonnen. En het is gewoon vet... Ook met de base. De base is echt vet. Ik zal hem even hier openen. Kijk hoor. Oké, let's see. Natuurlijk heb ik deze zo vaak gezien op filmpjes op YouTube van andere collectors. Maar het is altijd mooi om hem zelf in je bezit te hebben. Oh my god, check this out. Nee, deze is echt gruwelijk. Het is echt niet normaal. Ik zal hem nu eruit halen. Oh shit. Oh, daar gaan ze mandibles. Kijk hoor, oh, hij zit natuurlijk met... Okay guys, what... You know what's the deal? Ik ga hem zelf eruit halen, want dit wil ik niet allemaal, dit wil ik jullie allemaal besparen. Ik ga hem uit de doos halen. En dan zal ik hem gaan reviewen voor jullie.
Als ik hem uit de doos haal, dan zal ik hem gewoon neerzetten. En dan is dat nog gewoon, hoort het nog gewoon bij part 1. Bij part 2 gaan we over op de andere lens. Zoals jullie het al weten van mij. Dus stay tuned. Wait for one sec and I'll be back. Peace.